Ja, daar sta je dan, beste bezoeker, voor het collage van de haat. Bij het werk van Willem van Genk moet je aan de bak. En dan niet in paniek raken, gewoon beginnen. Kijk, er is zoveel te zien. Mijn aandacht gaat uit naar Jan Gat. Daar, rechtsonder. Jan Gat is de bijnaam die Rotterdammers een hun zeer dierbaar kunstwerk hebben gegeven. De kunstenaar Zatkin noemde het bronzen beeld de verwoeste stad. En als je goed kijkt, zie je dat het hart ontbreekt. Dat werd op 14 mei 1940 weggeslagen door de Duitsers. Ook Hagenaar Willem van Genk heeft het kunstwerk dus opgemerkt. Hij heeft Jan Gat getekend op zijn collage van de haat. Waarom? Als Rotterdam wordt gebombardeerd, is van Genk een jaar of twaalf. Als hij dit kunstwerk maakt, is hij tegen de vijftig. Nou, we weten dat de Tweede Wereldoorlog hem fascineert. Hij heeft er ontzettend veel over gelezen. Maar dan, ook rechts, dat dikke boek Toekomstige Psychiatrie. Over welke boeg gooit Willem van Genk het nu ineens? Laat je niet ontmoedigen, beste bezoeker. Probeer vooral niet meteen heel het kunstwerk te begrijpen. Pak er gewoon iets uit. Kijk, daar, links. Van Genk heeft het boek Ik Jan Kramer getekend. Haat van Genk, de zeer succesvolle Jan Kramer soms? Willem van Genk wekt altijd nieuwsgierigheid op. Lees daarom de boeken die over hem bestaan. Op YouTube vind je documentaires over Van Genk. Maar. Uh... Duiden hoeft niet per se hoor. Niks moet. Wat ook kan. Bewonder van Genks tekentalent. Geniet van zijn creaties.